Een hele goede dag kijkers van WatchYeager. Welkom bij deze nieuwe video op het kanaal. We zijn hier vandaag met Hertog Steven. En jij had een beroep gedaan op mij. Vertel. Ja nou koning Leon, wij hebben spoedig nieuwe soldaten nodig. Nieuwe burgers, harde werkers in ons mooie koninkrijk. Dit grote fort. Misschien kunt u even meelopen, kom ze misschien even mee. Waar zijn we? Kijk, we zijn hier bij de Ibonitaua. De Ibonitaua. De citadel van het mooie koninkrijk van ons. Ja, en die moet natuurlijk wel bemand worden met soldaten. En sinds kort zijn er een hoop gesneuveld. Ja? Een grote oorlog ergens verderop in Geweggistan. Maar we hebben meer nodig. Nou, meer? Ja, veel meer. Hoeveel mensen kan ons koninkrijk huisvesten op dit moment? Honderden! Honderden? Ja, zeker. Heel veel. Heel veel. Was dat dan in één keer anders geld erbij? Dat was een foutje, koning. We hebben op dit moment 35 slots in ons koninkrijk. En daarvan staan er nog een groot deel open. En wij dachten, waarom doen we geen invite ronde? Hè? Ja. Wat een goed plan. Zeker, dus we zijn zeker op zoek naar een aantal mensen die actief kunnen bijdragen in ons koninkrijk. In de vorm van een actief communities lid, hoe moet ik het best zeggen? Een gezellig persoon, ja. En mensen die enige kennis hebben van het concept Kingdom zijn natuurlijk zeker welkom. Dus hoe kan je nou eigenlijk joinen? Dat is niet zo heel moeilijk. Er staat namelijk een link in de beschrijving van deze video. Met daarin de link naar onze Discord server. En klik dan op die link, dan kom je daar. En dan kan je onderin op die Discord zie je het tabje Join Zera. En daar kan je dan vervolgens jouw sollicitatie indienen. En kom daar niet zo van, yo, ik ben Piet Jan. Ik kan 24 uur spelen op een dag. En ik vind Kingdom leuk, dat is het enige. Nee, kom wel even met een goede onderbouwing. En daarin zal Steven dan zeggen, je mag met ons op gesprek komen. Ja. Zeker. Dan gaan we jou goed ondervragen. Dan gaan we kijken of jij gemotiveerd bent om onze mooie koninkrijk te joinen. En dat gaan we dan maar wel zien, denk ik. Waarom zou je nou kiezen voor Zera ten opzichte van andere kingdoms, zoals een Ljord en Entropia? Wat maakt ons uniek? Dat vraag je mij? Ja, wij zijn natuurlijk gewoon fenomenaal geweldig. Een fantastische bouwwerken, gezellige groep. Mooie koning, knappe koning, hè? Rood haar. Het is volgens mij geen één koning in de gehele Medici. Heeft rood haar, dus dat is natuurlijk geweldig. Wij spreken eigenlijk boekdelen waarom wij geweldig zijn. De kleur blauw is mooi. Ja, de geschiedenis, creativiteit, de mensen. Ja, ik zou eigenlijk niet weten, ik kan het eigenlijk moeilijk uitleggen. Waarom zou je het niet doen? Laten we zo zeggen. Waarom zou je niet zeer uitleggen? En we hebben natuurlijk hele leuke bondgenoten. Dat is ook iets waarom je onze kant zou moeten kiezen. Ja, de winnende kant. De winnende kant, exact. Want wij winnen altijd. Ja. Helemaal. Dus, join onze Discord. Drop een like. Zeg dat Steven een hele coole kikker is. En wie weet kom je dan uiteindelijk wel in het al zo mooie Zera. Bedankt voor het kijken. Jans en friends. Dan zien we jullie in de volgende video. Dus tabé, tot ziens. Toedeloe.